Hallo mensen, welkom bij weer een hele nieuwe video hier op het mooie park Eifel. En wij staan bij de Marketdome. En wat betekent dat? Wij gaan een Marketdome toertje doen. Ja, een Marketdome toertje doen. Ja. En ik kan je nou wel verzekeren, hij wordt heel mooi. Echt mooi. Ja, kijk eens, dit is gewoon heel lekker. Even relax zitten en kun je zo naar de Marketdome kijken. Kijk, dat is echt typisch deze omgeving. En het doet gewoon heel veel. Kijk, dit maakt onderdeel uit van de Leisure Boulevard. Maar ik denk dat het tijd wordt om naar binnen te gaan, toch? Ja. Of moeten de mensen nog eerst wat doen? Ja. Jullie mogen altijd eventjes delen en liken, hè? Alvast. Ja, ja, ja. Ah, natuurlijk. Ja, duimpjes omhoog. Het is in de middel of nowhere. Dus dat sowieso. Maar we gaan naar binnen. Ja. En jullie mee. Ja, dan krijg je direct als je op een smaal. Maar ik shop een smaal doen we aan het eind. Dus dat houden jullie het goed. Haha, lekker verrassing tot het eind. We gaan door. Hoe mooi het is door. Ja, ik heb wel iets gezien. Namelijk ingang zwembad. Oh ja. Kijk. Zwembad is niet groot, maar precies groot genoeg. En dit hier, kijk eens. Wauw. Hij is nog helemaal dicht, ja. Shop en Smile, daar hadden we begonnen. Daar is de ingang. Ja, het is nog hartstikke druk hier, maar we kunnen wel door. Dus we gaan hier even kijken. Nee, hallo. Hallo. Ga je weer terug? Ja, hallo. Waar ga jij heen? Oei. Je wil ons omverrijden, hè? Wij hebben in de Baluba workshop Waxhands. In de Baluba. Die hebben we nog niet in beeld, maar die komt eraan. Zondag. Kijk, deze. Nieuw. Jazeker. Wow, dit was zo mooi. Hey, daar moeten we een keertje overheen lopen nog in deze dagen. Of er staat het is alleen voor kinderen, dat moeten we het niet doen. Maar het komt helemaal. Ik zou het even laten zien. Ja mensen, ik heb mijn jas even uitgedaan. Het is een beetje warm in dit. Deze is mooi. Kijk. Ik zal Chris even vragen of hij meer foto's wil maken erbij. Ja. Wat moet ik doen? Zeg, dan moet je aan de andere kant beginnen en dan kom je hieruit en schrijven. Ja, maar ik dacht hier kun je. Nee, hier kun je niet beginnen. Ik dacht dat je hier kon beginnen. Zeg, dan moet je aan de andere kant beginnen en dan kom je hier in de glijbaan uit. Ja. Oké. Okay. Waar wou jij nou in? Bowlingbaan. Ja? Wil je hier nog een foto van schieten? Ja, dat vind ik. Even door naar de bowling. Dus komt er zo aan. Kijk, dit is dat wat ik laatst op internet voorbij zag komen. Dat gaat dus naar de bowling toe. En hier heb je de Game Town. Game Town. Hebben we de pasjes bij? Jawel hè? We dadelijk ook even kijken. Nu even kijken. Ja, we missen alleen nog het logo. Ik denk dat je nog komt. Ja. Ja, dat heb je heel goed gezien. Ik ga gewoon naar binnen. Lake Town. Ziet er mooi uit, jongens.
evenveel herrie als normaal. En hier onze favoriet. Ik ga er wel weer uit wegens de herrie. Gisteren maken we een paar mooie foto's. Chris, ik wacht jou buiten even op. Ik wacht buiten even. Ja. Hello Kitty. Wacht ik hier even op, Chris. Nou mensen, laat ons even weten wat je ervan vindt, want het is echt super nieuw, hè? Tot het plafond aan toe en allemaal aan dit allemaal. Hele dome trouwens, bijna helemaal nieuw. Ik heb net nog wat gezien in de dome, daar komen we zo op terug, maar we maken eerst dit even af. Dat zijn de toiletten is ook mee bezig. Dit is mooi. Dit is daar. Wauw, ziet er erg mooi uit mensen. Oh, dit gaat iets speciaals maken voor de foto's. Dat is interessant. Zo, dat heb je goed gezien. Dat zijn hartstikke nieuwe ballen. Mooi, hè? Ja, mooi. Dit is ook zo mooi als je dit zo ziet, zo met dat licht zo. Echt heel mooi, ja. Deze, ik weet zeker dat ik deze nog een oude versie erop heb staan op een foto. Want ik heb me nog herinnerd, dat was in onze fototijd, dus dan hebben we ook heel veel foto's geschoten. Dus ik heb heel veel materiaal nog. Mensen, ik zet een... Ik wil zeggen, mensen, ik zet hier een foto even erin, daar of daar. Of gewoon nu. De oude bowlingbaan. Gaan we door? Ja. Oh, kijk eens mensen. Dit is ook een stukje van daar bij het Market Café. Dan loop ik zo even naar binnen hoor, het Market Café. Dit is nog steeds een klimding wat je zag aan de andere kant. Ik wist niet dat hij zo groot was. Oh, de jas van Chris. Waar is Chris dan? Nou, wat doe jij in die auto? Ga je racen? Oh, van Max. Dat is niet die van Max. Nee, maar dat is nog in de garage staan. Oh, kijk eens. Wel gaaf dat dat ding hier staat, hè? Zal ik een foto van jou maken? Lachen! Maak er zo nog eentje. Yes! Nou, kom er maar uit hoor. Dan ga ik snel hier even kijken, goed? En hier zat vroeger de Billy Burger. Die hebben ze even dichtgemaakt. Kijk, kun je het misschien nog een beetje zien. Kijk, de keuken van de Billy Burger. Hier nog de glijbaan. Maar ja, weet je, die Billy Burger, die doet het nou even niet, maar... Daar zit natuurlijk wel het cafetaria in van het zwembad. Dus die zit hier achter nog. Dus dit was vroeger de Willy Burger. En nu is het even niks meer. Maar het zijn wel toiletten. En ik heb me laten vertellen dat die ook nieuw zijn. Kijk. Helemaal nieuw. Allemaal nieuw. Allemaal nieuw. Zie je? Dat hebben ze op het laatste moment gedaan, hè? Ja. Laatste moment hebben ze alle toiletten nog een beetje vernieuwd. Ik ga er hier een beetje ook naar binnen. Ja, dit zijn dan de oude, hè? Ja. De tegels. De tegels. Dit was, daar kon je het heel goed zien. Dat was de Billy Burger. De keuken zit er nog. Want de keuken is natuurlijk ook voor de restauratie, voor het restaurant van het zwembad. Ja. Daar staat de keuken, die zit hierachter. Ja. Dus daarom is hij gebleven. Het podium met een heel groot scherm erop.
een ander scherm dan wat ze in Nederland hebben. Ja, een heel ander scherm, maar het ziet er best heel goed uit. Market Café. Ga even mee. Allemaal lekkere dingetjes. Lekker, hè? Doe ik even buiten kijken aan. Is mooi geworden. Hallo. Hier even buiten kijken aan. Oeh. Oh, kijk, en dan zit je weer druk in de werkzaamheden. Wauw, wel een mooi terras, hè? Ja. Die zien hier. Ja, daar ga je weer naar binnen zo. Ook dat is de ingang. Kijk, lopen we daar zo naar binnen dadelijk. Ja. Hier. Dan komen we zo weer langs het café af. Ja. Dat gaan we doen, dan hebben we ook deze ingang. Zo, even bij Chris kijken. Wat is het? Wat is het? Ik dat bolletje mijn beste opname met dit en die kant, maar ik wil dat niet, ik wil dat. Ja, oké, okay, maar hij denkt dat daar de belichting dan beter is. Dan moet je er gewoon van afwijken, dat maakt niet zoveel uit. Maar kijk hierboven, dat is een mooie stijl, hè? Nou, ga ik toch hier even beginnen, hè? Ik ga naar binnen, want het is herrie. Zijn in de straat aan het vegen. Kijk, en dit is dan eigenlijk waar je dan binnenkomt. Dat ziet er toch ook wel mooi uit daar. Mooi. Ja. Dan gaan we hier zo. Deze is mooi, hè? Ja. Gaan we hier even doorheen lopen, Chris? Dat is het stukje waar we nog moeten zijn. We blijven bezig, man. Dat is gewoon hartstikke mooi hier. Kijk hier, Market Restaurant. Ik ga gewoon door. Hallo. Hallo. Zo, dat ziet er mooi uit hier. Een beetje met zelfbedieningsprincipe hier overal. Glaasjes, keukens, eten, alles zit hier al klaar. Koffie, thee, en hier komen dan alle drinken binnen en klaar. Zo, dat was hem weer, die leuke Markedoom vlog. Oh, ik dacht dat hij even op foto's stond, maar staat gelukkig op video. Oh. Dus dat was hem weer, anders hadden we alles voor niks gedaan. Maar ja, laat ons weten wat jullie ervan vinden. Ik denk dat we alles in beeld hebben gebracht. Ik denk het ook wel, ja. Het is echt mooi geworden. Het ziet er echt tip-top uit. Dat vind ik echt dus zo aardig aanbesteed. En het is echt ruimtelijk, zeg maar. Kijk, ik zal nog even snel de camera draaien. Dan zien de mensen dit nog. Kijk, dan let ook eens even op de details van het plafond zo. Wat ze allemaal hebben gedaan. Alles is nieuw, hè. Ik weet zo niet meer of ze bomen over het plafond, langs het plafond hebben laten lopen. Dat is een oude situatie, zeg maar. Ik denk alleen deze hier, dat zijn gewoon oude bomen, hè? Ja. Die zijn gewoon in de koepel. Hier is het echt gewoon een beetje laag gehouden, ja. Langs de muren. Dat groeit ook niks, hè? En dat geeft het meer ruimtelijker en meer ruimtelijk effect. En ja. meer licht, zeg maar. Sowieso, die koepel nou. Ja. De koepel is natuurlijk, die was er al in, hè? Dus dat is duidelijk, laat dat duidelijk zijn. Ja. Maar ik ga toch een eind afsluiten, nou, want ik vind het prima zo. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe allemaal duimen omhoog. Abonneren, liken, delen. Dat kan allemaal hieronder zo. Liken, delen, duimpjes drukken. Vergeet het belletje niet, want dan krijg je automatisch een melding als wij weer iets uploaden. En we uploaden natuurlijk 2 keer in de week. Dat houden we zo lang mogelijk vol, hè. Soms komt het er een momentje dat we geen materiaal meer hebben en dan moeten we even terug naar 1 keer ja, in de dan week. Moet je dan, ja. En als we heel veel materiaal hebben, dan doen we het een keertje wat vaker. Ja, en nogmaals het verzoek. Help ons naar die 4000 abonnees. Ze zijn belangrijk voor ons.
maar er zit ook wat leuks vast aan voor jullie. En ik weet het, we hebben laatst een wedstrijd gehad, die uitkomst is er heel lang op zich laten wachten, maar dat, als het goed is, is die op dit moment, als wij dit opnemen, is die uitkomst al geweest. We hebben een prijswinnaar bekendgemaakt. Mocht dat niet zo zijn, dan zijn wij gewoon een beetje te laat. Ja, maar we hebben ook drukke schema's, met de zomer komt er weer aan, dus we gaan wat meer naar alle parken heen. Ja. Dus ja. En wij moesten natuurlijk wachten op de uitslag hoeveel ballen er nou in zaten. Ja, dat ook, ja. Dus ja, dat heeft allemaal tijd nodig. Maar mensen, ja, we maken het goed. Ik zie er volgens mij niet zo leuk uit. Maar maakt ook allemaal niet uit. Wij gaan onze weg vervolgen. Chris zei, we moeten nog even langs de Shop & Smile. Dus dat gaan we dan nu nog even doen. Dus blijf nog heel even kijken. Een paar minuutjes nog blijven kijken. En dan komen wij daarna terug met leuke nieuwe video's van iPhone. Wat dacht je van een glijbaantje? Een nieuwe glijbaan. Ja. Die moet er ook op beeld. Dus mensen, blijf kijken naar ons kanaal en dan komt het allemaal. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei! Doei. Shopje doen? Ja. We moeten wel een keertje door die brug heen van de week. Ja. Nu eventjes je cameraatje erbij zoeten en dan live op TikTok of zo. Ja. Dat is een goed idee, hè? Maar eerst nog even naar de Shop & Smile. Daar ben ik ook even benieuwd naar, dus we gaan op zoek. Op zoek, op zoek, op zoek. Oh, dit is wel leuk. Ja, het ziet er heel leuk uit. Toch weer net weer wat anders aan. Nu van zo'n blauw petje dan, Chris. Dat is ook leuk, hè? En bedenk er maar eens over na. Kijk. Wat ik zie. Leuk. Een handdoek, denk ik. Ja. It's a towel. It's a towel, a blanket, an interior accessory. Ja. Nice. Je kunt ook een meubels doen, je kunt hem dus... Ja, ziet er mooi uit. €40. Dat moet je gewoon vertellen, hè. Maar ik vind ze wel leuk. We gaan kijken of we nog meer vinden. Misschien dat er nog wel meer staan, hè. Ja, ik heb nog nooit gezien in Nederland. Het is echt nieuw. Maar ik hoop dat ze misschien ergens uit hebben liggen, dat ik het kan voelen. Kijk, hier heb je ook deze gewoon, maar dit zijn gewoon de standaard handdoeken. Er staat geen logo op als ik het goed heb. Het is gewoon een strandlaken. Dus we gaan even naar die andere deel kijken, of we daarna kunnen zien. Oh, kijk, hier liggen de beachtassen en ook een handdoek. Dan zou het mooi zijn als het ook een CP zwembroek was, hè? Zou het mooiste zijn. Oh, dat is voor de bank passen. Nou, we kunnen hier eruit. Dan hebben we het weer echt gehad.